Woensdag 30 april werd het Vlaams parlement overgenomen door meer dan 300 jongeren. Ze verzamelden in het hof rond om de politici te vertellen wat er aan het toekomstige beleid nog kan verbeteren. Mijn rol bestond er voornamelijk in als de jongeren begeleiden in hun sensibilisatie naar hun campagne toe. Want ik heb al redelijk wat ervaringen rond participatie, jongerenparticipatie. En het is dan leuk om mijn ervaringen te kunnen delen met nieuwe jongeren, met nieuwe krachten. Die jongeren en hun motivatie en hun standpunt te kunnen verkondigen bij de politici. Ook werden er 5 strijdpunten voorgesteld, waaronder het duidelijker maken van de arbeidswetgeving. Wij pleiten dus voor meer informatie in de arbeidsmarkt op mensenmaat, zodat jongeren hun volledig talent kunnen ontwikkelen wanneer ze op zoek gaan naar werk. Bijvoorbeeld informatie over de arbeidsmarkt. Ook bij leren zullen ze voorstellen om een vak maatschappelijke vorming te integreren. Hierin kan heel veel informatie aan bod komen over studiekeuze, over verder studeren, maar ook over hoe vul ik een belastingsbrief in, hoe solliciteer ik, want dat is iets dat op dit moment nog heel erg ontbreekt. De aanwezige minister nam de oproep tot meer participatie serieus. Onder andere Pascal Smet kon zich hierin vinden. De kracht van een goed idee kan je niet tegenhouden, kan je oogstens vertragen. En dat geldt ook met ideeën die jongeren aanbrengen. Dus ik vind het heel belangrijk, in ieder geval wat mij betreft, zal ik het meenemen. Meer informatie over de strijdpunten en campagnebeelden vindt u terug op jonggeweld.be.